Hoi en wat super leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag is een hele persoonlijke video. Ik ga namelijk mijn bevallingsverhaal met jullie delen. De bevalling van onze eerste dochter Anna. En ik heb eerder al wel wat beelden gedeeld die tijdens of eigenlijk vlak voor en vlak na de bevalling zijn gefilmd. Maar ik heb nog niet de tijd gehad om jullie uitgebreid te vertellen hoe de bevalling eigenlijk is verlopen. Wat voor ervaring het was voor ons. En dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Ik heb zelf ook heel veel gehad aan het luisteren naar verschillende bevallingsverhalen via YouTube video's, podcasts, van alles. En mijn ervaring was juist doordat je merkt dat het eigenlijk bij iedereen anders loopt en dat iedereen het weer anders ervaart. Dat ik er ook eigenlijk wat rustiger in stond. Zo van, ja, we gaan wel zien hoe het bij mij loopt. Maar ja, ondertussen vond ik het wel heel interessant om te horen hoe het bij anderen was gegaan. Dus vandaag ga ik ook gewoon allerlei details met jullie delen. Mocht je dat niks vinden, kijk dan vooral niet naar deze video. Want ja, dat heeft dan gewoon echt geen zin. Oké, waar zal ik eens beginnen? Ik denk dat het als eerste belangrijk is om te weten dat ik vanaf ongeveer 29 weken zwangerschap onder begeleiding stond in het ziekenhuis in plaats van bij een verloskundige praktijk. En dat komt omdat ik eigenlijk al vanaf het begin van mijn zwangerschap best een hoge bloeddruk had. En in eerste instantie was dat vooral een soort witte jas effect. Dus dat ik spanning had en dat die dan op dat moment hoog was. Maar dan was hij thuis gewoon heel laag. Maar uiteindelijk bleek dat ik toch wel echt als ja, complicatie eigenlijk bij de zwangerschap een hoge bloeddruk ontwikkelde. Dus hij liep wel steeds wat hoger op. En toen heeft mijn verloskundige me doorverwezen naar het ziekenhuis waar ik dus ja, onder begeleiding van een gynaecoloog kwam. Dat was rond de 29 weken zwangerschap. En dat hield eigenlijk in dat ik wat extra groeiecho's zou krijgen om te kijken of de groei van de baby, van Anna dus, of die goed zou blijven vorderen. Het is namelijk een risico als een zwangere vrouw een hogere bloeddruk heeft, dat de groei van de baby op een gegeven moment bijvoorbeeld wat achterblijft. Omdat het door bloeding naar de baarmoeder, naar de placenta gewoon minder is. Dus ja, dat is waarvoor eigenlijk ik daar onder controle was. En natuurlijk ook voor mezelf. Dus mijn bloeddruk werd in de gaten gehouden. En ik kreeg daar medicatie voor die een aantal keer is opgehoogd. En op het moment dat ik een hoge bloeddruk had, moest ik een CTG-scan van het hartje van de baby laten maken. Moest ik urine inleveren en bloed laten prikken om te controleren of ik geen, ja, geen ontstekingswaarde had, geen zwangerschapsvergiftiging ging ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het vanaf toen liep in mijn zwangerschap. En ik had wel het geluk eigenlijk dat ik geen één keer eiwitten of zo in mijn urine had. Dus het is uiteindelijk helemaal geen zwangerschapsvergiftiging geworden, gelukkig. Want dat is gewoon best wel gevaarlijk voor moeder, maar ook, kan ook voor baby gevaarlijk zijn. Kun je gewoon echt heel ziek van worden en heel lang van moeten herstellen. Plus als je pech hebt, moet de baby dan gewoon echt heel snel en plotseling gehaald worden als je echt ziek wordt. Dus gelukkig is dat niet gebeurd. Maar mijn bloeddruk liep wel steeds hoger op en mijn medicatie werd steeds meer opgehoogd. En dat is ook de reden dat ze zeiden met ruim 37 weken zwangerschap, ja, dat ze eigenlijk mij wilden adviseren om de bevalling in te leiden. En voor degenen die niet weten wat dat is, dat betekent eigenlijk dat ze de bevalling gaan opwekken. Dus je gaat dan niet afwachten totdat die vanzelf komt. Maar ze gaan eigenlijk proberen om iets te stimuleren waardoor de bevalling ja, eerder tot stand zal komen. En toen ik dat te horen kreeg dat ze dat aan mij adviseerde, toen had ik daar heel erg dubbele gevoelens over. Want het liefste wilde ik natuurlijk afwachten totdat het gewoon spontaan zou gebeuren. En ik had gehoopt dat ik in ieder geval tot mijn uitgerekende datum daar een soort van de kans voor zou krijgen. Of eigenlijk dat Anna de kans zou krijgen om ja, zich vanuit haarzelf te laten zien. En ik baalde gewoon omdat ik had zoiets van ja oké, mijn bloeddruk is hoog. Maar Anna groeit goed, ze is wat kleiner, maar ze blijft gewoon groeien volgens de lijn. Elke keer zijn de hartfilmpjes goed. Ik heb geen één keer eiwitten in mijn urine gehad. Dus ik ben ook nog gezond. Hoezo moet het nu? En het moet natuurlijk niet, want een ziekenhuis geeft een advies. Maar ik merkte wel, in dat advies werd toch gezegd van ja, we willen het je echt heel erg sterk adviseren. Want je kan wachten, maar waar wacht je dan eigenlijk op? Wacht je dan tot een moment dat het wel slechter gaat? Want dat zou natuurlijk zonde zijn. Nu gaat het nog helemaal goed met jou en met de baby. Dus je weet ook zeker dat je na de bevalling gewoon fit bent. En
ja, wat wil je afwachten eigenlijk? En toen had ik zoiets van ja, dan ga ik ook niet meer lekker de laatste loodjes van mijn zwangerschap in. Plus dan moet ik waarschijnlijk echt om de dag minimaal alles laten checken in het ziekenhuis of het nog goed is. Dus toen had ik zoiets van oké, dan vanaf 38 weken, dan is natuurlijk de zwangerschap eigenlijk al helemaal voldragen. Dat noemen ze al zo, vanaf 37 weken zelfs. Nou, dan toch een inleiding, dus een ingeleide bevalling. En dat had ik dus vrijdag afgesproken, dat ik die maandag 4 mei, me 's ochtends zou melden en dan zou er een ballonnetje geplaatst worden. Een ballonkatheter. Nou, nu denk je misschien, als je nog helemaal niet echt into de bevallingen en zo bent. Ik wist dit soort dingen bijvoorbeeld helemaal niet voor ik zwanger was. Maar goed, een ballonkatheter, dat is eigenlijk iets dat ze aanbrengen bij je baarmoedermond. En daarmee hopen ze dat je al wat ontsluiting krijgt. Dus dat eigenlijk je baarmoedermond al een stukje open gaat staan. Zodat er een begin is voor de bevalling. Ze noemen dat ook wel dat ze je baarmoedermond gaan primen. Dus voor mensen die toevallig make-up termen kennen. Nou, het wordt eigenlijk allemaal een beetje klaargemaakt. Nou, toen ik daar maandagochtend kwam, moest ik eerst weer een CTG-filmpje laten maken. Dus een hartfilmpje van Anna, de baby, om te checken dat haar conditie goed was. Nou, die was weer goed. En toen ging ik dus naar een kamertje om die ballonkatheter te laten plaatsen. Ik was alleen, want in de tijd van het virus moest je alleen gaan. Nou ja, nou had Marco natuurlijk niet zo heel veel kunnen betekenen. Maar ergens voelde het toch gek, want je weet op zo'n moment dat je binnen dan en ja, max een paar aantal dagen eigenlijk gaat bevallen. En dat dat toch het eerste zetje is van de bevalling. En het is toch gek dat je dat dan niet samen kan meemaken of zo. Maar goed, ik stond er wel gewoon heel rustig in. En in die kamer was dan een arts, een verpleegkundige en een artsassistent. En het was een vrij klein kamertje. En ik weet nog dat ze toen zeiden van oké, nou ja, doe je onderkleding maar uit. En ik stond daar echt zo met die drie paar ogen op mij gericht van oké, hier? Vraagteken. Want ik vind het totaal niet erg. Ik bedoel, die mensen doen het voor hun werk om me ja, naakt daar eigenlijk te laten zien. Alleen, ik weet niet of jullie dit herkennen, maar het moment dat je dan je kleding gaat uitdoen, als er dan ogen op je gericht zijn, voelt gewoon heel raar. Je had natuurlijk niet een soort omkleedplekje. Dus ik weet nog dat ik dat heel ongemakkelijk vond. En dat ik ook zoiets had van oké, hier heb ik nu mijn broek en mijn onderbroek. En waar leg ik die neer? Op deze stoel of zo? Het voelde gewoon heel erg stom. Maar dat is wel grappig, want ik zei ook van oké, nu hier? En toen zei de arts ook zo van ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, we zijn hier met allemaal vrouwen. Tenminste, is de baby ook een meisje? Dus ik zo ja. Toen zei ze nou, dan nog beter. Dus nou, prima. Ik ging zitten op een stoel. En die stoel stellen ze dan zo in en komen er een soort ja, beugels uit waar je je been in legt. Dus dan lig je echt letterlijk met je benen wijd omhoog. Zodat zij met z'n allen heel goed ja, naar binnen kunnen kijken bij je. En nou, ze vroegen dus of ik het goed vond dat de assistentarts het ging doen. En dat vond ik helemaal prima, omdat ik toch niet echt gespannen daarvoor was. En ja, zij ging dus proberen om het ballonnetje te plaatsen. Dus ja, hoe ze dat precies doen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze blazen hem een klein stukje op, zeg maar. En dat plaatsen ze dan eigenlijk tussen je baarmoedermond. En doordat hij dus een beetje ja, opgeblazen of eigenlijk gevuld is met een soort watervloeistof, ja, krijg je dus dat hij wat druk geeft op de baarmoedermond. En dat dus hopelijk je baarmoeder verder open gaat staan. Het positieve was, dat bleek dat ik al 1 centimeter ontsluiting had van mezelf. En dat de baarmoedermond half verweekt was. Dus eigenlijk was mijn lichaam zelf ook al bezig om zich ja, wat voor te bereiden op de bevalling. En ze zei dat dat gunstig was, omdat bij een eerste zwangerschap ja, ze toch wel vaak zien dat het nog behoorlijk potdicht zit. En soms lukt het dan niet eens om een ballonnetje te plaatsen. Of lukt het wel, maar heb je bijna altijd de dag daarna opnieuw een ballonnetje nodig die nog wat verder opgeblazen wordt. En nu zei de arts dat ze eigenlijk verwachtte dat ik genoeg had aan 1 ballonnetje om tot genoeg ontsluiting te komen dat ze mijn vliezen zouden kunnen breken. Als dat al niet vanzelf zou gebeuren. Dus daar was ik heel erg enthousiast over. Stiekem had ik zoiets van oké, als ik dan een ingeleide bevalling heb, nou, wat zijn dan de voordelen? Je weet mentaal, nou ja, dat je de laatste dagen hebt zonder baby. Dus Marco en ik hadden ook echt dat weekend daar heel erg bewust bij stilgestaan. En dat was heel dubbel, maar ook wel weer heel mooi.
een soort van afscheid nemen van de zwangerschap. En we wisten ongeveer wat de datum ging worden. En ja, 4 mei is natuurlijk dodenherdenking. En ja, dat is eigenlijk iets heel moois. Maar ik had toch zoiets van, ik zou 5 mei mooier vinden als datum voor de bevalling. Ja, dat heb je natuurlijk helemaal niet in de hand. Maar dat hoopte ik stiekem. Nou, eigenlijk heb je geen idee. Want vanaf dat moment was dat ballonnetje geplaatst. En wat er toen gebeurde was dat ik weer aan de CTG moest om te checken of de baby rustig erop reageerde en niet opeens van slag was doordat er iets geplaatst was. Nou, dat was gewoon prima. En toen mocht ik eigenlijk met dat ballonnetje naar huis gaan en moest ik gewoon afwachten. Het plaatsen van het ballonnetje vond ik trouwens niet pijnlijk. Nee, eigenlijk vond ik dat heel erg meevallen. Ik vond het voelen wat ze deed in eerste instantie of ik wat ontsluiting had, dat vond ik wel een beetje, ja, ongemakkelijk, minder fijn. Maar het plaatsen, daar voelde ik eigenlijk weinig van. Dus dat was heel erg positief. Misschien scheelt het ook dat ik ook bijvoorbeeld wel eens uitstrijkjes heb laten maken. En ik vond het daar een beetje vergelijkbaar mee. Hoewel ik een uitstrijkje misschien zelfs iets pijnlijker vond. Want het moment dat ze dan echt iets schrapen van je baarmoedermond, dat vond ik altijd best wel pijnlijk. Maar het inbrengen van de ene bek vond ik zelf niet heel vervelend. En ja, eigenlijk vond ik dat je dat hier een beetje mee kon vergelijken. Wat er bij mij eigenlijk gebeurde was dat ik meteen na het plaatsen wel echt zo'n sterk menstruatiegevoel had. En toen dacht ik, oeh ja, dit is intens. Dit is iets wat ik lang niet heb gevoeld. Ik bedoel, ik was zwanger, ben niet ongesteld geweest, maar in het begin van mijn zwangerschap voelde ik dit ook. Echt het gevoel alsof je zwaar, zwaar ongesteld gaat worden. Heel erg in mijn onderrug ook, mijn buik heel laag, gewoon zo'n zeurderig, intens gevoel waar je spieren helemaal week van worden. Echt oncomfortabel, licht pijnlijk, niet heel pijnlijk. Ze zagen ook al wel op de CTG die ik dus daarna had. Daar werd ook mijn W-activiteit gemeten. En ze zagen dus wel wat bergjes en zo. Dus de arts zei ook van, voel je wat? Dus ik zei, nou, ik voel vooral dat menstruatiegevoel. En af en toe heb ik wel een harde buik. Maar ik weet niet zo goed of dat nou een W is of gewoon een harde buik omdat de baby beweegt. Toen zei ze, ja, eigenlijk kan ik dat niet bepalen. Ik zie die golfjes, maar op basis van wat jij voelt weet ik of het echt weeën zijn. Dus ik zei, nou, volgens mij dan nog niet. Nou, ik mocht gewoon naar huis en verder dus afwachten wat die ballon zou doen. Want er zijn een paar dingen die kunnen gebeuren als je zo'n ballonnetje hebt geplaatst. Dat had ze me uitgelegd. Door de druk eigenlijk van dat ballonnetje op je baarmoedermond kan het zijn dat je lichaam wat harder een bepaald hormoon gaat aanmaken die de bevalling in werking zet, waardoor je dus weeën gaat krijgen vanuit jezelf eigenlijk. Ik bedoel, dat ballonnetje is eigenlijk de meest natuurlijke manier van inleiden, omdat er geen hormoon wordt toegediend, maar er wordt gewoon een soort kracht eigenlijk, een kleine stimulatie gegeven, waardoor hopelijk je lijf vanzelf wat doet. Dus dat was één optie, dat er weeën zouden komen. Het zou ook kunnen dat je naar het toilet zou gaan en dat je opeens plons het ballonnetje zou verliezen. En dat zou je dus eigenlijk informatie geven dat de ontsluiting verder gevorderd is. Want anders kan die niet eruit vallen. En dat zou ook positief zijn. Want dat zou ook betekenen dat je waarschijnlijk voor de volgende stap, oftewel het breken van de vliezen, dat zou kunnen gebeuren. Zou ook nog kunnen dat je vliezen vanzelf zouden breken. Dus ja, ik ging naar huis. Heel gek idee. Zo'n ballonnetje tussen je benen. Marco haalde me op. En ik heb hier de hele dag een beetje op de bank gezeten, zitten afwachten, series gebingewatched, maar eigenlijk niet goed opgelet. Oh, dat is baby op de achtergrond bij Marco in de draagzak. Lekker aan het poepen zo te horen. Nou, en eigenlijk wat ik merkte was, ja, dat menstruatiegevoel. Maar dat nam een beetje af in de loop van de dag en ik kreeg helemaal niet het idee dat ik weeën kreeg of zo. Wel wat harde buiken, maar vond ik ook niet opvallend meer dan andere dagen. Dus ik had helemaal zoiets van, ja shit, die vrouw zei waarschijnlijk hoef je niet nog een ballonnetje. Maar ja, die ballon zit nog steeds, hij valt er maar niet uit. Ik mocht af en toe voorzichtig aan een touwtje trekken wat er dan aanhangt en op je been is geplakt. Echt heel raar, om te kijken of die meegaf. Nou, dat gebeurde ook niet. Dus helaas, ik hoefde niet te bellen om terug te gaan naar het ziekenhuis. Ik ging 's nachts slapen en ik dacht, nou, morgenochtend moet er gewoon alsnog nog één geplaatst worden. Jammer, dan wordt het ook vast niet 5 mei dat ik ga bevallen. Want de dag daarna is natuurlijk 5 mei. En stiekem leek het me zo bijzonder om die dag te bevallen. Bevrijdingsdag vind ik natuurlijk een mooi iets.
Maar ook omdat 5 mei mijn oma jarig was. En mijn oma was heel bijzonder voor mij. Ze leeft niet meer. Maar het leek me gewoon zo iets moois. Ja, als onze dochter dan op 5 mei geboren zou worden. En zelf vond ik het ook een iets leukere datum dan die eerste dag gelijk, 4 mei. Dus dat was dan wel weer het positieve. Nou, 's ochtends, ik stond dus op, niks gebeurd. Als er niks was gebeurd, moest ik bellen. Dus ik belde van, nou, goh, die ballon zit er nog in. Volgens mij is er helemaal niks aan de hand. Ik begreep dat ik me dan weer moest melden de volgende ochtend. Dus ze zei, ja, is goed, kom maar weer. Dus ik weer alleen in eerste instantie daar naartoe. En het was dus om 7:00 's ochtends weer, moest ik me melden. En weer dat verhaal vertellen tegen die arts van, nou, er is echt niks gebeurd hoor. Dus ja, ik denk dat ik gewoon weer een dag moet afwachten thuis. En toen zei ze al van, nou, dat hoeft niet zo te zijn. Want soms zit de ballon er gewoon nog in, maar dan zien we toch dat er meer ontsluiting is. Ook al heb je niet echt iets gemerkt of heel erg veel weeën ervaren of zo. Dus laten we toch maar even gewoon gaan kijken. Nou, en toen was ik echt super opgelucht, want toen ging ze dus voelen. En toen bleek dus dat ik al 3 centimeter ontsluiting had en dat de baarmoedermond helemaal verweekt was. En dat was heel gunstig, want ze vertelde mij dat ze op deze manier genoeg ontsluiting had om mijn vliezen te breken. En dat ik dus mocht verhuizen, als de CTG daarna weer goed was, dat ik dus mocht verhuizen naar de verloskamer. Nou, heel bizar. Toen dacht ik dus, oké, nu gaat het echt beginnen. Oh, ik kan het gevoel weer helemaal terughalen. Dus ik belde Marco en die kon er gelukkig echt in een kwartier zijn. En ondertussen liep ik zelf al een beetje rond op die verloskamer. Ik weet het nog heel goed. Een beetje de boel verkennen. En dan hadden ze op zo'n memo-bord mijn informatie geschreven. De medicatie die ik gebruikte, dus die bloeddrukmedicatie. Ja, en de datum en weet ik het wat. En mijn naam. Ik vond het echt zo bijzonder. En ik dacht echt, oké, nu gaat het echt beginnen. Dus toen kwam Marco binnen. En toen kwam de klinisch verloskundige. En zij ging als eerste de CTG op mijn buik bevestigen. Dus eentje om het hartje van de baby, van Anna, goed in de gaten te kunnen houden. En eentje om mijn weeactiviteit te meten. En dit is dus omdat ik een medische bevalling had vanwege mijn bloeddruk. Want op het moment dat je polyklinisch in het ziekenhuis bevalt, dan hang je niet standaard aan een monitor. Maar dat was nu wel zo. Ik had geloof ik ook op mijn vinger iets waarmee ze mijn hartslag bijhielden. Maar dat weet ik eigenlijk niet meer zeker. Was dat op mijn vinger? Volgens mij wel. Nou, moet je nagaan. Sommige dingen weet je gewoon niet meer. En de klinische verloskundige vertelde toen dat de eerste stap was dat ze mijn vliezen zou gaan breken. En eigenlijk voel je daar helemaal niets van. Behalve dat er heel warm water opeens uit je stroomt. En dat je het idee hebt dat je in je broek hebt geplast. Dus ik ging op dat bed liggen. En nou ja, ze brak mijn vliezen. Ik hoorde geen geluidje. Ik voelde eigenlijk niets. Alleen inderdaad warm water. Niet eens heel veel. Maar ze zei van, waarschijnlijk als je opstaat, komt er nog een keer een hele flats uit. En ja, toen was eigenlijk dat al gebeurd. Vaak gaf ze ook aan, was de volgende stap die ze eigenlijk direct dan ook deden, dat ze weeënopwekkers zouden geven via een infuus. Omdat toch vaak wordt gezien met een inleiding dat de weeën niet vanzelf op gang komen. Ook niet na het breken van de vliezen. Want ja, het is toch iets wat ingezet wordt. En op dat moment heeft je lijf niet uit zichzelf besloten om te gaan bevallen. Dus daar zat natuurlijk wel wat in. Maar ik had me wel een beetje ingelezen en voorbereid. En ik had gewoon zoiets van, als het niet nodig is, dan wil ik gewoon liever geen weeënopwekkers. Ik bedoel, ik wil niet het proces vertragen. Dat maakt mij ook alleen maar meer onzeker. En dat is ook niet goed. Maar ik wil in ieder geval de kans hebben om te kijken wat mijn lichaam vanzelf doet op het moment dat de vliezen zijn gebroken. Dus ik had dat overlegd en gelukkig stond ze daar wel positief tegenover. Ze gaf wel aan van, nou, vaak dus bij een eerste zwangerschap is het wel nodig. Maar wat ik wel wil doen is je even een uur de tijd geven en kijken of er iets gebeurt op de monitor en wat jij zelf voelt. Als dat dan niet zo is, zou ik toch wel aanraden om die opwekkers te geven. En toen gaf ze ook wel aan van, ja, het liefste doen we het ook in één shift, dus niet met een wisseling van personeel. En het is nu 9:15 's ochtends en om 4:00 dan wisselt de shift. 'S middags. Nou, het zat allemaal wel wat in. Maar goed, ik had zoiets van, prima, geef me even een uurtje de tijd. Dit was 9:15 dat mijn vliezen werden gebroken. Dus om 9:45 zou ze bij me terugkomen. Nou, ik ben eigenlijk meteen van mijn bed afgestapt en gewoon lekker gaan rondlopen. Ik wilde zoveel mogelijk bewegen. Omdat ik ook tijdens zwangerschapscursus en zo
had gelezen van goh, dat is gewoon fijn. Dat bevordert vaak ook de ontsluiting als je wisselt van positie. Dat soms net de baby iets anders door het geboortekanaal en zo kan, iets anders druk kan geven. Dus ja, ik had zoiets van ik wil graag bewegen, ik wil niet alleen maar liggen. En ik voelde zeker wel wat gebeuren. Ik voelde echt wel, ja, weeën. Achteraf denk ik, het waren heel duidelijk weeën. Maar ik was gewoon best wel streng voor mezelf. En ik had zoiets van, nou, ik kan ze prima opvangen en ik kan het goed handelen. En ze zijn niet heel lang. Dus ja, zijn het wel echt weeën? Ik weet het niet. Dat was toen nog hoe ik erin stond, dat hele uur lang. Terwijl als ik terugdenk en ook als ik beelden zie dus, die wij gefilmd hebben. Ik kon tijdens die weeën kon ik niet praten. Zag ik echt wel dat ik even zoiets had van wow, incasseren, weet je wel. En op een gegeven moment ging ik ook steeds vaker op zo'n skippiebal zitten. En had ik echt zoiets van, oh, waar moet ik mijn handen laten? En ik moest me heel erg focussen op mijn ademhaling op dat moment. Dus ja, het waren wel weeën. Nog niet de heftige weeën als je heel veel centimeter ontsluiting hebt. Maar zeker wel weeën die passen denk ik bij 3 tot 5 centimeter ontsluiting, zeg maar. Maar tussendoor, na iedere week kon ik gelijk, zonder dat ik echt hoefde bij te komen, kon ik gelijk weer lekker kletsen met Marco. Ik had nog fotootjes gestuurd in groepsapps waar ik gewoon even lekker een boterham aan het eten was. Nou, dat was zelfs 21:45. Had ik nog een soort grappige foto gestuurd op een skippiebal met een boterham in mijn mond. En van, goh, benieuwd hoe lang dit nog gaat duren. Nou, toen was het uur voorbij, dus toen kwamen ze mijn ontsluiting checken. En toen zei ze, wow, oké, je gaat sneller dan ik dacht, want je hebt al 5 centimeter ontsluiting. En ik zie zelfs dat als je een wee hebt, als je activiteit hebt, dan gaat die al open naar 6 centimeter. Dus je gaat heel erg snel. Gemiddeld schijn je bij een eerste zwangerschap een uur per centimeter ontsluiting te doen. Dus je kan je voorstellen dat ik dan in een uur van 3 naar, nou ja, bijna 6, dat dat heel erg snel was. Vooral omdat je juist over die eerste centimeter schijnbaar altijd lang doet. Het grappige was dat ze een kwartier daarvoor ook even was komen kijken. En toen zei ze van, ja, ik zie wel wat op de monitor, maar hoe ervaar jij het? En toen zei ik van, ja, nou, ik weet niet of het echt weeën zijn, maar ja, mag ik nog heel even? Nou, dat kwartiertje later, dus eigenlijk vlak voordat ze ging checken wat de ontsluiting was, toen was ik er wel van overtuigd dat het weeën waren. Nou, ik weer dat bed af en ze gaf me nog wel mee van oké, omdat je zoveel sneller gaat dan verwacht. Als je op een gegeven moment echt een soort druk voelt van onderen, trek dan aan de bel. Want ik had een bel op mijn kamer om dan hen naar me toe te laten roepen. Want dan kan het zijn dat de baby er al aankomt en dat je dus al bij de persfase bent aanbeland. Nou, oké, prima. Dat zei ze om 21:45. Nou, ik geloof dat toen nog een half uur net zo doorging als het was. Dus er kwamen weeën. Ik kon wel nog kletsen tussendoor. Ik kon op zich ze nog prima opvangen. En toen vanaf 21:15 weet ik dat ik had bedacht van oké, misschien is het fijn om mijn weeën op te vangen onder de douche. En dat ik me probeerde te verplaatsen naar de douche. En dat toen de weeën echt heel snel na elkaar kwamen. Dus ja, eigenlijk kon ik niet meer rustig kletsen tussendoor. Maar als er even geen wee was, dan had ik echt zoiets van, ik moet nu bijkomen. Ik moest me echt mijn aandacht erbij houden om dan mijn spieren te ontspannen. Zodat ik weer de volgende kon opvangen. En het lukte dus niet meer echt om me te verplaatsen naar de douche. Ik wist niet zo goed waar ik het moest zoeken en wat ik fijn zou vinden. Uiteindelijk belandde ik vooral heel veel op zo'n skippiebal. Dat vond ik echt het prettigst, omdat ik dan een beetje mijn bekken kon wiegen en zo. En ja, lekker naar voren kon hangen. Marco kon heel veel druk zetten op mijn onderrug, want ik had vooral echt lage rugweeën. Ik voelde het echt het meest in mijn rug. Ik kan helemaal niet echt terughalen dat ik heel veel voelde in mijn buik. En ik denk ook achteraf dat ik daarom tijdens dat ballonnetje het niet heb gesignaleerd als weeën. Omdat tegen mij gezegd was, echt de weeën, die trekken tot boven in je buik. Die voel je niet alleen laag. En ik heb eigenlijk het vooral in mijn rug gevoeld. Dus ja, dat is denk ik ook een beetje de verwarring geweest. Ik weet zeker nu, als ik nog een keer zwanger zou zijn, zou ik het wel gewoon echt gelijk herkennen. Maar dat heb ik toen dus eigenlijk niet gedaan. Maar goed, dat was even een side note. Ja, ik merkte dus dat ik het steeds slechter kon opvangen. Maar waaraan ik nog steeds merkte dat ik er heel erg was, dat ik heel alert was en dat ik niet zoals sommige vrouwen helemaal uitzoonde en in mijn kokonnetje was. Dat was doordat iedere keer als er iemand binnenkwam, dan was ik gelijk weer een soort van, oh ja, nee, het gaat eigenlijk best wel oké, hoor. Ik kon me dus nog wel
een beetje groot houden. Dat lukte nog wel. Maar daarmee gezegd hebbende, als dit soort weeën uren zo door waren gegaan, had ik dat absoluut niet gekund. Wat ik nog wel heb gedaan, in plaats van dat ik naar de douche ging, is naar het toilet. Want ik voelde echt dat ik naar de wc moest. En ja, wat er dus gebeurde is dat volgens mij mijn hele lichaam zich leeg maakte. Zo van, dan is dat er allemaal maar vast uit. Dus ergens vond ik dat wel fijn. Want ik dacht, nou, iets minder kans dat ik poep in het bevalbed. Terwijl, ja, heel eerlijk, ik denk zo erg had ik dat ook niet gevonden. Want personeel is wel wat gewend en ja, maar toch, ik had wel zoiets van, het is er maar vast uit. Maar ik vond het een partijtje eng op dat toilet, want ik had toen dus echt erge weeën. Dus ik zat daar zo en ik zei tegen Marco, straks valt de baby in het toilet. En ik dacht meteen aan zo'n filmpje wat ik had gezien van een tiener die niet wist dat ze zwanger was en die in een hotel opeens een baby in het toilet eruit poepte. Dus ik zei van, straks valt ze eruit. Maar goed, dat gebeurde natuurlijk niet. Maar toen ik van dat toilet af was, toen nog 5 minuten is het zo doorgegaan. Dat wee na wee na wee kwam. Echt een soort storm eigenlijk. En dit is allemaal zonder die opwekkers. Dus mijn lichaam deed eigenlijk gewoon vanzelf. Wat heel fijn is. Maar ik ben dus heel blij dat ik niet ook nog opwekkers had. Want ik denk dat ik anders echt, nou, dat ik helemaal geen secondes meer had om bij te komen. Ik zeg tegen Marco 5 minuten later, ja, ik voel echt een enorme druk. Voelt alsof ik weer moet poepen, maar dat kan niet. En ik weet nog dat ik echt zo mijn handen verplaatste en dat ik gewoon echt niet wist hoe ik mezelf een houding kon geven. En een soort dierlijk, het was heel anders. Er kwam echt een soort dierlijk gevoel van, ik kan dit echt niet meer wegademen. Maar ik kan eigenlijk alleen maar meegeven. En ik wist van dat mag niet, dat kan niet. Want dan moet er eerst iemand bij zijn om te checken of ze al kan komen. Of ik echt genoeg ontsluiting heb. Dus Marco drukt op die bel. Die had eerst nog wel zoiets van, nou, nu al, weet je wel, dat kan toch niet. En het duurde me een partijtje lang voor mijn gevoel. Terwijl echt 2 minuten later stond eerst de verpleegkundige. En die ging zeg maar observeren hoe ik een wee opving en wat mijn gedrag was. Want als ze dat dan ziet en kijkt op de monitor wat voor pieken er zijn, dan kunnen ze inschatten hoe ver je bent. Nou, en volgens mij zag zij heel goed aan mij dat de baby er inderdaad ging aankomen. Want zij riep meteen ook de verloskundige erbij. En nou, die zei van, kan je nog op het bed komen? Want ik zat op die skippiebal en ik leunde met mijn hoofd op dat bed eigenlijk. En ik zei, ik wil wel graag op dat bed. Want ik wilde tijdens het moment van dat de baby zou komen, wilde ik wel op dat bed. Dat was eigenlijk het enige moment dat ik dacht, nou, nu wil ik er wel op. Toen met veel moeite ben ik erop gekomen. En toen ging ze mijn ontsluiting checken. En toen zei ze, je hebt al volledig ontsluiting. Ik zie het hoofdje al. Je mag een beetje meegeven. Geef maar een beetje mee. En dat vond ik zo fijn, want het was echt terror om het weg te puffen. Het lukte ook niet echt eigenlijk. Ik had per ongeluk ook al echt een beetje meegegeven. Dat kon gewoon niet anders. En het eerstvolgende wat ze toen zei, en dat hoor je ook, dat staat ook op het filmpje. Dat is dat ze zei, ik heb eigenlijk helemaal niet meer de tijd om rustig uit te leggen wat we nu gaan doen. Want de baby komt er al aan en er is gewoon geen weg meer terug. Je gaat zoveel sneller dan gedacht en we moeten nu mee met het tempo van de baby. Nou, en toen begon het dus, had me uitgelegd hoe ik moest persen. De eerste keer deed ik het soort van verkeerd, als in ik gaf toen heel veel geluid. En toen zei ze van, nu mag je nog een keer doen, maar dan proberen om niet het geluid erbij te maken, maar echt van binnen te persen. Want dan zet je de kracht vooral van binnen in plaats van dat je heel erg druk zet op bijvoorbeeld je ogen. En dat je het eigenlijk weg laat gaan langs je lippen. En toen ging het gelijk goed. Toen had ik het gelukkig gelijk onder de knie. En nou, het is echt bizar, maar ze is met 3 persweeën in 2 minuten tijd geboren. Om 10:55 begon de persfase. Ik had daarvoor alleen een beetje meegegeven dus, maar echt de actieve persfase. En om 11:00 was ze geboren. En ik heb ook gelezen in het verslag, want dat krijg je dan aan het eind mee als je ontslag krijgt uit het ziekenhuis voor bijvoorbeeld je huisarts en zo. Daar stond ook omschreven dat er ook uitdrijving was. En dat betekende eigenlijk dat op een gegeven moment, ik geloof na de 2e perswee, toen stond het hoofdje al, die was er al een klein stukje uit. En ik had toen geen wee, het was gewoon een rustfase, dus dan normaal gesproken gebeurt er dan niks. Want alleen met een wee dan geeft je lichaam mee om de baby er verder uit te drukken. Maar wat er toen gebeurde was
dat ik hoorde de verloskundige nog zo zeggen van, oh, ze komt zelfs al. Het hoofdje ging gewoon, gleed gewoon nog een stukje verder eruit, zeg maar al. Terwijl ik helemaal geen wee had en niks deed. Dat was heel gek. En dat kan dus soms gebeuren dat eigenlijk al vanzelf, ja, de baby er nog iets verder uit wordt gedrukt of zo. En toen nog één perswee. En toen was ze dus geboren. Ze huilde meteen. Dus dat was echt heel erg fijn en geruststellend. Al schijnt het niet eens zo te zijn dat dat tegenwoordig nog per se direct moet. Maar ik vond dat een heel fijn geluid. En ze werd direct op mijn borst gelegd. En daar mocht ze een uur blijven liggen. Dus om gelijk lekker contact te maken voor de hechting en zo. En nou, ik was helemaal in een roes. Ik was zo blij. Echt, ja, ik voelde me super goed. Echt euforisch gewoon. Het was zo onwerkelijk. Om 9:15 braken mijn vliezen. En om 11:00 was ik moeder. Om 11:00 was ze al geboren. Een eerste zwangerschap. Zo ontiegelijk snel. En dan die persfase vooral, die zo kort was. Ja, bizar. Best veel mensen hebben ook aan mij gevraagd achteraf van, goh, vond je het niet heel heftig om allemaal te bevatten? Omdat, ja, soms mensen ook na een heel snelle bevalling juist echt achteraf zoiets hebben van, wow, wat is me allemaal overkomen? En het heel heftig hebben ervaren. Maar ik heb het eigenlijk alleen maar heel erg mooi ervaren. En ik denk dat het grote verschil erin zit. Doordat het een ingeleide bevalling was, heb ik wel de dagen ervoor me al kunnen voorbereiden mentaal op dat ze eraan gaan komen. Ik denk dat het een heel andere situatie was geweest als ik niet ingeleid zou worden. En als thuis bijvoorbeeld mijn vliezen waren gebroken. En het dan vanaf dat punt 2 uur had geduurd. Ik bedoel, dan was ik amper het ziekenhuis ingekomen. Dat was echt... Want vooral omdat ik in het begin zoiets had van, oh, dit valt allemaal wel mee. Ik denk letterlijk dat ik gewoon alsnog een thuisbevalling had gehad dan. Dus ik denk dat het dan veel heftiger was geweest. Maar ik kijk er gelukkig heel positief op terug in die zin. Want het grote voordeel was natuurlijk dat ik eigenlijk maar 1/2 uur lang echt hele pijnlijke en intense weeën heb gehad. Waardoor ik fysiek gewoon heel fit was. Want ik was niet uitgeput. Ik stond ook eigenlijk na de bevalling meteen naast mijn bed. Ja, dat was gewoon heel erg positief. Wat wel was gebeurd trouwens, voor ik het vergeet, is dat ik wel ben uitgescheurd. Niet heel ernstig, maar ik had wel wat hechtingen aan de buitenkant vooral. En een klein stukje naar binnen, maar niet in de niet heel diep of zo, gelukkig. Ik heb daar eigenlijk niks van gevoeld, maar ik moest wel gehecht worden. En ik weet nog dat ik dat hechten, dat vond ik allemaal maar lang en irritant duren. Het was niet pijnlijk, want je wordt verdoofd. Maar ik had gewoon zoiets van, hou eens op met dat gepriegel en ik wil gewoon lekker met haar op mijn borst liggen. En dat weet ik nog wel. Terugdenkend, ik het gevoel heb dat ik vooral dus ben uitgescheurd op het moment dat dat uitdrijving gebeurde. Dus dat ik niet vanuit een perswee druk zette, maar eigenlijk zij vanzelf kwam. Want dat is ook de reden dat je tijdens de persfase, dat het heel belangrijk is dat je niet druk zet als je geen wee hebt, want dan heb je meer kans dat je huid barst, zeg maar. En nu deed ik dat niet, maar zette de baby een soort druk, terwijl eigenlijk mijn lijf op dat moment geen wee had. En ik denk dus dat ik op dat moment ben uitgescheurd. Nou, wat ik al zei, ik stond eigenlijk vlak daarna naast mijn bed. Ik had ook echt minimaal bloedverlies tijdens mijn bevalling gehad, dus ook daarin voelde ik me best wel fit. En ik ben staand gaan douchen, weet ik nog. Maar daarna mocht ik kolven om dus de productie op gang te brengen. En ik weet dat ze allemaal echt onder de indruk waren van wat er dus uitkwam. Ik dacht dat het heel weinig was. Maar schijnbaar komt er meestal bij de eerste keer kolven bij vrouwen echt 1 druppeltje uit. 2, 3 druppeltjes misschien. En ik had dus 19 milliliter. Ja, en ze had een soort pipetje, maar uiteindelijk pakte ze dus in plaats daarvan toch een soort flesje om het in te doen en op te vangen. En dat was dus ook wel iets heel leuks en fijns, vond ik, dat eigenlijk dat meteen heel goed op gang was. Marco is nu Anna aan het verschonen, dus je hoort er waarschijnlijk op de achtergrond een beetje mekkeren. Daar houdt ze niet zo van. Dus... Het was allemaal zo mooi en Marco was ook zo geweldig. Die had me er zo goed doorheen geloodst. Die had heel fijn mijn rug gemasseerd. Die had me gewoon mentaal heel goed geholpen. En nou, we waren helemaal euforisch. We hebben allemaal mensen gefacetimed. En ja, ik zat echt op een roze wolk. Wat ik trouwens echt ook geweldig fijn vond aan de bevalling was het personeel. Hoe zij ermee omgingen. Dus dat ze alles heel duidelijk bespraken, iedere stap.
En ze vroegen ook direct om mijn geboorteplan of om ons geboorteplan. Ik had die geschreven globaal en daardoor was het super fijn, want wist zij meteen dat ik dus eigenlijk het zonder weeënopwekkers eerst wilde proberen. Wisten dat ik graag warme lappen tegen mijn vagina aan wilde op het moment dat het hoofdje eruit zou komen. En ook al heb ik helemaal niet dat Ring of Fire gevoel gehad omdat het zo snel ging. En kan ik niet echt een pijn of zo ervaren toen. Ze pakte alsnog heel snel warme lappen om er tegenaan te duwen. Dus ik merkte dat er echt heel erg rekening werd gehouden daarin wat ik fijn vond. Ik had ook gezegd wat voor manier van aanspreken ik fijn vond. Dat het bemoedigend en positief, dat ik dat heel liever had dan iemand die echt heel streng zou aanspreken. Omdat ik daarvan een beetje kan dichtklappen en zo. Dus echt, dat ja, heel fijn ook. En als je twijfelt of het ertoe doet om iets van je wensen of zo op te schrijven, doe het gewoon. Want ze zijn het echt gewend. Ze vragen er zelfs om. Ze vinden het zelf ook prettig. Ook al kan iets niet wat jij hebt opgeschreven, dan alsnog is het fijn om dat wel erin te zetten. Want dan zullen zij je dat kunnen vertellen. En dan hoef je niet daarover na te denken. Ik had bijvoorbeeld opgeschreven dat ik graag wilde op het moment dat Anna geboren zou worden, dat er aan mij gevraagd zou worden of ik Anna zelf wilde aanpakken. Omdat ik niet kon inschatten of ik dat wilde. Aan de ene kant leek het me super mooi, maar ik kon me ook voorstellen als ik bijvoorbeeld een bevalling van 24 uur had gehad en helemaal op was, dat ik misschien dat niet durfde of niet meer kon en zoiets had van, nou weet je, pakken jullie er maar aan en leggen jullie haar maar op mijn borst. Maar daardoor vroegen ze dat dus ook, misschien sowieso, maar in ieder geval ze vroegen het aan mij. En ik had meteen zoiets van, ja, dat wil ik. En ik pakte haar gewoon echt zonder twijfel aan. En dat vind ik ook nog steeds zo'n mooi moment. En zoiets zeggen over hoe positief en fijn de bevalling was. En hoe goed het gevoel voor mij was. Omdat ik normaal iemand ben die heel erg over zulke dingen dan eerst twijfelt. Of nadenkt van, oeh, kan ik dat wel? Lukt dat wel? En ik ging hier dus puur op mijn instinct af. En alles daarin zei gewoon, oh, dit is mijn kind. En dit kan ik. Dus dat vind ik gewoon echt een heel mooi moment ook. Kan ik me nog helemaal terughalen. En ik weet nog dat ik alleen maar tegen Marco zei, oh, wat is ze mooi, hè? Wat is ze mooi. Terwijl toen was ze ook echt nog helemaal grijs. Lekker ingedeukt gezicht van de bevalling. Helemaal onder het smeer, het huidsmeer. Maar ja, je vindt je eigen kind natuurlijk altijd prachtig. En ze was ook prachtig. Maar dat hele gezichtje vormde zich natuurlijk pas, zie je daarna pas. Want nou ja, dan gaat het een beetje uit de kreukels, om het maar even zo te zeggen. Ik heb echt het idee dat ik van de hak op de tak ga, maar goed. Er is zoveel over te vertellen, meer dan ik even van tevoren dacht. Het komt nu weer helemaal omhoog. Het wordt er weer helemaal blij van. Ik denk dat dit goed is dat ik dit weer even doe. Nadat je baby geboren is, dan moet je placenta nog geboren worden. En dat is hetgeen waar de baby de voeding uithaalt. En soms komt dat vanzelf en soms niet. En ik had in mijn plan gezegd dat ik dus graag even wilde afwachten of die vanzelf zou loslaten. Ook weer voordat ze daar opwekkers voor zouden geven. Maar goed, daarvan, dat gebeurde niet. Want dat had ze dus na een kwartier weer gecheckt. En hij zat echt nog muurvast. Waarschijnlijk had de placenta nog helemaal niet door dat de baby al weg was zo snel. Dus toen heb ik alsnog een heel klein beetje in het infuus weeënopwekkers gehad. En toen gleed die placenta er zo uit. Daarvoor dan nog wel wat opwekkers gekregen. Maar goed, het infuus was toch al vastgelegd. Dus dat was ook niet zo'n probleem. Achteraf denk ik ook, ik zag wat foto's die Marco had gemaakt. Tijdens de, ja, vlak voor de persfase eigenlijk. Toen ik heel erg wee had. En elke keer als ik een heel erg wee had, dan zag ik op de monitor dat de hartslag van de baby, dus van Anna, iets lager werd. En dat is op zich een soort van normaal, geloof ik. Maar op een gegeven moment kan het dus zijn dat de baby wat meer dips krijgt. En ik denk ook dat ze daarom ook zoiets had van, oké, we kunnen nu het echt niet meer vertragen. Ze moet nu komen. Maar ze hebben dat zo kalm benaderd dat ik gelukkig helemaal niet, ja, stress heb ervaren. Of enig moment heb gedacht in ieder geval dat het gevaarlijk was voor Anna of voor mij. Ik denk ook niet dat dat zo was, hoor. Maar ik denk wel dat ze daar een beetje alert voor waren, zeg maar. Zo van, oké. Beter gaat het nu snel, want ze reageert wel op wat er gebeurt, zeg maar, met haar hartslag. Ik kijk nog steeds heel positief terug op de bevalling, maar ik moet wel zeggen, door de zware periode waarin we helaas vanaf de dag daarna terecht zijn gekomen, dat hebben jullie misschien ook kunnen zien in mijn vlogs. Ik heb namelijk een vlog gemaakt die heet Kraamtijd zonder roze wolk. Toen ging het helaas namelijk slechter met Anna en bleek dat ze helemaal geen voeding binnen kon houden en zijn er allerlei onderzoeken gedaan in het ziekenhuis en is ze ook opgenomen geweest. Echt best wel een lange tijd, dus dat was heel zwaar. Heeft dat bijna
het mooie wel even een beetje overschaduwt, zou ik zeggen. En ja, dat vind ik echt heel erg jammer. En ook best wel heel moeilijk. Oké, dat had ik niet verwacht. Wat het namelijk is, is dat eigenlijk al bleek dat die eerste 24 uur Anna heel erg misselijk was. Ze had continu speeksel rondom haar lipjes. En ze was heel erg aan het smakken en slikken. En ze wilde eigenlijk ook niet drinken. Ook niet via een flesje, niet via fingerfeeding. Maar goed, ze zeiden dat mag de eerste 24 uur, zelfs 48 nog. En de baby heeft genoeg reserves, dus dat is geen probleem. Dus daar maakten we ons toen niet zorgen om. Alleen bleek op een gegeven moment dat ze wat bloed had uitgespuugd. Dus doordat de bevalling zo snel was gegaan, zijn haar longetjes waarschijnlijk niet in één keer goed uitgeklapt. Normaal klappen die longen dan met een bepaalde kracht uit, waardoor al het, waardoor er eigenlijk niet iets van bloed of zo ingeslikt kan worden. En nu had zij dus tijdens die uitdrijving wat van mijn bloedverlies eigenlijk ingeslikt. En dan natuurlijk is ze heel erg misselijk. Dus dat zat haar dwars, maar goed, ook toen dat eruit was, wilde ze dus, kon ze gewoon geen voeding verdragen. Dus we mochten de dag daarna met haar naar huis. Ik moest een dag blijven vanwege mijn bloeddruk, om te kijken of dat onder controle zou gaan en wat voor advies ze moesten geven over het afbouwen van mijn medicatie. Toen mochten we naar huis en eigenlijk heeft ze toen die nacht en de volgende ochtend en middag, heeft ze toen dus niets gedronken. En als ze iets dronk, kwam het er gelijk weer uit. En toen eigenlijk die nacht is het ook niet gelukt. De volgende ochtend en middag met de kraamzorg ook niet. En toen bleek dat ze al bijna 10% was afgevallen. En toen moesten wij dus terug naar het ziekenhuis. En toen, nou, wat er toen volgde, was gewoon heel, ja, heel verdrietig. En we hebben heel veel zorgen gehad. En dat hebben jullie dus, dat kunnen jullie zien als je wil in die vlog. Dus helaas kwam er heel snel aan die super fijne en geweldige roes, kwam er toch wel snel een soort stempel op. En heb ik daardoor ook wel een beetje getwijfeld of ik er toch wel goed aan had gedaan om die inleiding te doen. Terwijl ergens denk ik ook van, nou, ik had al wel een beetje ontsluiting. Ik kreeg vanzelf weeën op het breken van de vliezen. De baby was al heel lang ver ingedaald. Ze kwam zelfs bij de persfase ook al een beetje zelf. Dus ergens denk ik ook, zij wilde ook al komen. Anders misschien 1 of 2 dagen later. Ja, of mijn lichaam wist dat ik anders misschien toch zwangerschapsvergiftiging zou krijgen. Dat mijn lichaam zo snel zoiets had van, oké, het begint nu, laat het er allemaal maar uitgaan. Maar ik heb wel een beetje, ja, toch daarover ingezeten of ik er goed aan had gedaan. Omdat toch wel bekend is dat een stortbevalling, zoals mijn bevalling ja dan te noemen is, net zoals bijvoorbeeld een hele lange, juist een hele lange en moeizame bevalling, dat dat vaak voor baby's een wat moeilijkere start geeft. En ja, het lijkt er dus op dat dat voor Anna ook wel een van de redenen is dat het misschien wat moeilijker is gegaan. Dat weet je niet, maar dat zou toch wel kunnen. En dat vond ik natuurlijk heel erg lastig om om mee om te gaan. En ik vond het heel jammer omdat het eigenlijk zo mooi was. En daar probeer ik ook echt aan vast te houden. Aan dat gevoel. En ook gewoon dat het toen, dat zij meteen huilde. Dat het allemaal goed was. Vond ik het gewoon jammer dat ik daarna toch een beetje aan ging twijfelen. Maar nu probeer ik dat wel een beetje los te laten. Maar ik vind het wel moeilijk, merk ik. Zoals je aan mij kan zien. Nou, ik herstelde echt mega snel. Ik zei het al, ik stond gelijk naast mijn bed. Ja, ik voelde me eigenlijk fitter dan voor de zwangerschap. Mijn verstopte neus was eindelijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik was dus permanent verkouden. Dat kan door hormonen komen. Dat je echt, zeg maar, je slijmvliezen zwellen op, zeg maar. En ik vond dat zo irritant dat ik dus zo'n verstopte neus had. Terwijl ik dus moest gaan bevallen. En het was gelijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik was minder kortademig. Ik had gewoon zoiets van, wow, wat voel ik me lekker in mijn lijf na een bevalling. Het is echt bizar. Maar ja, waarschijnlijk ook een beetje op adrenaline. Maar ik kon ook letterlijk staan, douchen, lopen, bukken. Ik deed dus ook alles. En ik had nog wel een check gehad, ook een paar keer van mijn buik. En na 5 dagen was mijn buik al, was mijn baarmoeder alweer achter mijn schaampot. Dus het betekent eigenlijk dat hij alweer aanzienlijk was geslonken. Ik had die 5 dagen ook echt veel naweeën gehad. Dat schijnt dan wel na een snelle bevalling, dus je daar meer kans op hebt.
En dan ervaar je eigenlijk gewoon weer weeën, lichte weeën. En dat gebeurde vooral tijdens borstvoeding of kolven. Dat is dan weer iets hormonaals of iets emotioneels, zeg maar. Waardoor ja, er een soort link wordt gelegd als je borstvoeding geeft met weer je baarmoeder. Dat was wel oncomfortabel. Maar goed, daarna had ik dat eigenlijk al niet meer. En ik zag ook met de dag mijn lichaam zich eigenlijk weer een soort van terugvormen. Dat was echt bizar. Ik denk ook wel door de stress die we dus hebben gehad. Doordat we daarna zo'n moeilijke periode hadden, dat het misschien nog wat sneller ging qua afvallen, zeg maar. De borstvoeding was echt ziek op gang gekomen. Het enige wat wel zo was, was dat dus al na 2 dagen een paar hechtingen van mij waren losgelaten. Of 3 dagen. En die moesten in principe oplossen. Dus het is niet erg als ze op een gegeven moment eruit gaan. Maar je kan je voorstellen, na 2 dagen is dat nog niet helemaal dichtgegroeid natuurlijk. Dus dat is dan misschien te vroeg dat ze loszitten. Nou, zei de verloskundige, want ik was inmiddels weer thuis. Anna niet, maar ik wel. Dus dan checkt weer je eigen verloskundige in plaats van in het ziekenhuis diegene. Die zei van, nou, meestal groeit het gewoon wel weer aan elkaar. Want het is nog steeds een soort wond en dat vindt elkaar wel weer. Maar ik baalde gewoon, want ik dacht wel van, ja, shit. Ik heb me eigenlijk zo goed gevoeld fysiek en heel fit dat ik gewoon niet genoeg rekening heb gehouden met dat ik hechtingen heb. Ik ben gewoon van alles gaan doen. Er is me ook niet heel goed verteld dat dat misschien niet slim was. Ik weet ook niet of dat de reden is dat het los was. Maar achteraf denk ik, ik had iets meer stil moeten staan bij het feit dat ik hechtingen had. Misschien voordat ik weer echt als een gek ging rondlopen en dingen doen en zo. Dus ja, dat is een beetje stom. Op dit moment is dat nog steeds niet helemaal dicht. Het is wel echt alleen de opperste laag. Dus het is zeg maar van vagina naar anus is er dus een klein streepje naar beneden wat nog naar elkaar toe moet gaan. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb met 6 weken in het ziekenhuis een check en ik hoop dat het dan wel naar elkaar toe is. Vorige week dus nog niet. Dat gaan we wel zien. Gelukkig zeiden ze al gelijk, ze stelden me gerust, de verloskundige, van het is niet functioneel het gat. Dat is gewoon gesloten. Het is dus alleen een huidlaagje. Dus het is dan puur iets cosmetisch, zeg maar. Maar goed, ja, ik hoop natuurlijk dat het gewoon weer zijn weg terugvindt. Mijn bloedverlies werd wel heel snel superveel minder eigenlijk. Ik denk toen mijn baarmoeder dus na 5 dagen al zo klein was, had ik al bijna geen bloedverlies meer. Het werd dan nog een beetje ja, rood, oranje, geelachtig en heel weinig. Dus ik ging van kraamverband al heel snel naar maandverband, naar inlegkruisjes en toen naar niks eigenlijk. Wat ook heel erg verschilt per persoon, want je kan maar gerust ook 6 weken lang echt veel bloed verliezen en stolsels en zo verliezen. Maar wat ik wel had gewild dat iemand me had verteld, dus dat ga ik jullie nu vertellen, is dat het heel anders ruikt dan menstruatiebloed. Menstruatiebloed ruikt heel ijzerachtig, dat weten jullie vast wel. In het begin rook het bloedverlies wat ik had ook zo. Maar toen het dus alleen nog wat oud bloed was en wat meer die gelige kleur kreeg, toen dacht ik van, is dit wel goed? Is het aan het ontsteken of zo van onderen? Maar toen legde dus de verloskundige me uit, wat eigenlijk heel logisch is. Je bent bevallen en die baarmoeder is zeg maar zich weer een soort van aan het terugvormen. En eigenlijk heb je gewoon een wond. Je hebt van binnen een wond. En dat geel is dus wondvocht. En wondvocht ruikt een beetje weekachtig. Niet heel lekker. Ook niet vies, maar echt, nou, ik vond het wel vies. Maar zeg maar, nee, ik vond het niet echt lekker. Dus, be prepared. En wees niet gelijk bang dat het dus ontstoken is. Want dat hoeft dus echt niet zo te zijn. Dit is dus heel normaal. Het is gewoon een wond. Als je een wondje hebt, dan zie je daar ook vaak een beetje zo'n geelachtig waasje overheen. En dat ruikt ook niet heel fris. Ik weet wel, mocht ik ooit weer zwanger raken, als mijn vliezen eerst breken, als de wieden weer gaan naar het ziekenhuis gaan, en ook met de eerste wee, al twijfel ik of het wel echt een wee is, ik ga naar het ziekenhuis. Want anders kom ik daar nooit meer. Want ja, een tweede bevalling gaat vaak nog sneller dan de eerste. Dus dat is ook al wat ze me adviseerden. Mocht ik, ja, als ik weer in het ziekenhuis wil bevallen. Want de grote kans dat het volgende keer dus weer zo snel of nog sneller gaat. Hoeft niet, wel gewoon statistisch gezien een grote kans. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden om mijn bevallingsverhaal te horen. Van een gigantisch snelle stortbevalling. Heel mooi, positief eigenlijk. Ik dacht dat ze ook fijn om te delen, want je hoort toch ook vaak meer negatieve verhalen. Mocht jij ook een bevalling hebben meegemaakt en daar iets van willen delen. Ik vind het dus ook heel leuk om verhalen van anderen te lezen. Dus voel je vrij om hieronder jouw verhaal te delen.
En ja, als je op de hoogte wil blijven van andere video's van mij, vergeet ook niet te abonneren. Dat kan hieronder en dat is gratis. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en dan ga ik nu echt de video afsluiten. Doeg!